procent. Op het eind van de crisis bedoelen ze al 100%. Dus er moet een grote investering komen, oké. Maar ze moeten dan op een andere manier gefinancierd worden en zeker niet door de overheid, niet door de staat gefinancierd worden. En dat is iets wat ik al beweer sinds 2009. We moeten een beroep doen op het volkskapitaal. En wat is het volkskapitaal? Dat zijn die 230 miljard die daar staan op spaarboekjes die quasi niks niet meer opbrengen. Daar moet een deel van geïnvesteerd worden. Dat deel hoeft niet in mens te zijn. Ik denk als je 10 miljard van die besparing kunt investeren, dat je dan al een heel eind verder bent. Alleen, die 10 miljard moet wel gewaarborgd worden door de staat. Je kan bijvoorbeeld zijn, diegenen die meewerken aan een groot investeringsproject met een spaargeld, die krijgen van ons 3-4% kapitaal en interesten gedurende 5 jaar, gegarandeerd door de staat. En dan is de vraag, in wat gaan we investeren? Want het moet om kolossale investeringen gaan. En dan heb ik gedacht aan één iets. Oké, het gaat voor de moment slecht in de bouwnijverheid, zeker weten. Maar toch, ieder jaar komen er 50.000 nieuwe gezinnen bij in dit land. Er zijn 50.000 mensen die een woning moeten zoeken. Wel, laat ons 50.000 woningen bouwen. Wel wetende dat die nieuwe gezinnen die woningen niet gaan kopen. Een paar gezinnen die uit een echtscheiding komen, nieuwe gezin, gaan misschien de centen ervoor hebben, maar de meerderheid heeft die centen niet. Maar als we kunnen woningen bouwen in Wallonië, die onder 20.000-150.000 euro kosten, in Vlaanderen, die tussen de 180.000 en 200.000 euro kosten, appartementen die iets minder kosten. Als we dat kunnen doen, dan zijn we zeer concurrentieel en dan is een hoop zelfstandigen, ik denk aan dokters, aan advocaten, aan notarissen, de benen, de bakker enzovoort. Als die zien, tja, in zeer onzekere tijden, als de beurs op en neer gaat en we kunnen zo'n villa of zo'n appartement kopen in een prijs buiten alle concurrentie, dan moeten we dat doen. En daarom stel ik voor, laat ons een sociale holding oprichten. Een holding die 4 jaar aan een stuk 50.000 woningen bouwt. Dan is er een kapitaal nodig van 20 miljard. 10 miljard halen we bij de mensen die willen geld van een spaarboekje ter beschikking stellen van het project. En de over 10 miljard moet ingebracht worden door grote bouwondernemingen. Ik ben gaan praten met een aantal van die grote bouwondernemingen. En ja, die mensen zijn direct bereid. Er is er één die mij gezegd heeft, Rossem, als dat plan ooit doorgaat, dan pompen wij er 4,4 miljard in. Dus het is realistisch. Wat gebeurt er als we dat doen? Eerst en vooral, die woningen moeten aantrekkelijk zijn. Die moeten van een degelijke kwaliteit zijn. Maar als je zo massaal bouwt, ja, dan gaan de aankoopkosten van de goederen die je nodig hebt om te bouwen, gaan naar beneden. Dus je bent concurrentieel. En je moet ook profiteren van een van de grote problemen die er nu zijn. Dat is heel die energiekosten die werkelijk de pan uitswingen. Het is niet omdat Electrabel en de anderen nu een beetje de factuur voor de elektriciteit hebben verlaagd en voor de huisbrandolie hebben proberen te verlagen dat we eruit zijn. Je mag niet vergeten, wij kunnen woningen verwarmen door een beroep te doen op de aardwarmte. Dan spreken we van geothermische woningen. Wel nu, dan bezuinig je 85% op uw energiefactuur. Dus als je woningen aanbiedt, dat er 85% bezuinigd wordt op je energiefactuur, dan ontstaat daar zeker vraag naar. Er is geen probleem om die 200.000 woningen te verkopen.
Dan kan je nog bijvoorbeeld zonneboilers installeren. Dat kost 2 keer niks. En dan kan je de verwarming van je bad, de energie die je daarvoor nodig hebt, komt van zonneboilers. Dus als we zo'n 200.000 woningen, 50.000 per jaar gedurende 4 jaar, als we zo'n woningen bouwen, dan is er onmiddellijk nood aan 100.000 werkkrachten. En dan kunnen we zeggen, kijk jongens, we gaan hier niet allemaal Polen en Roemenen en wat weet ik allemaal aan de slag zetten. Nee, nee. Als de overheid bereid is van dat volkskapitaal te garanderen, dat de mensen die met hun spaarcentjes meestappen in dat project, wanneer dat gebeurt, dan kan de overheid zeggen, oké, jongens, wij doen dat, maar op 1 voorwaarde, dat degene die de aanwerft, dat die allemaal uit de werkloosheidscijfers komen. Dan heb ik een hele tabel gemaakt, per gewest, per leeftijdscategorie, hoeveel dat er moeten aangeworven worden. Ik heb dan ook gesproken met die bouwonderneming en gevraagd, ja, maar is dat geen probleem? Hadden hij die 100.000 mensen wel vinden? Die mensen zijn expert in hun eigen vak. En die zeiden, dat is geen enkel probleem, die vinden wij. En laten we dan kijken, wat levert ons dat op? Goed, ik had gezegd, de economie is een auto. Met 2 belangrijke onderdelen, de brandstof en de startmotor. De brandstof hier zijn die investeringen, die 20 miljard investeringen, die we zullen doen in het bouwen van 200.000 nieuwe woningen. Zij zijn dus de brandstof om die auto beter te laten rijden, sneller te laten rijden enzovoort. Nu moeten weten, de investeringen zijn een onderdeel van ons bruto nationaal product. Dus als je 20 miljard investeert, stijgt automatisch je bruto nationaal product met minstens 20 miljard. Maar in werkelijkheid stijgt het met meer. En economen hebben daar een term voor gevonden en dat heet het multiplicatoreffect. Bijvoorbeeld als het multiplicatoreffect 1,5 is, dan wil dat zeggen, als je 20 miljard investeert, dan gaat het bruto nationaal product niet met 20 miljard stijgen, maar met 1,5 keer meer, met 30 miljard. En daar bestaat een heel interessante formule over, die hoegenaamd niet ingewikkeld is. En ik heb die hier opgeschreven. De multiplicator is 1 gedeeld door S, is staat voor de spaarneiging. T, dat is de taxatieneiging, en M is de importneiging. Dus als we 10 miljard spaargeld weghalen, dan heeft dat een gunstig effect. Want vergeet niet, hoe meer dat we sparen, hoe groter dat die spaarneiging zal zijn, en hoe kleiner het multiplicatoreffect. Dus in crisistijd zou het ideaal zijn als mensen minder sparen en meer uitgaven. Maar juist het omgekeerde gebeurt. Dus door met dat volkskapitaal te werken, kunnen we in ieder geval zien dat die S niet buitennissig oploopt. Een tweede ding, als het crisis is, dan zou men de taxatie, de belastingen moeten verminderen. En wat zien we gebeuren? Het is crisis, de begroting klopt niet meer. Europa eist dat we onder de 3% zitten, alleen doe maar taxen bij. Dus wij zijn bezig met altijd maar meer te taxeren van dat multiplicatoreffect. Die 1,5 wordt 1,4, 1,3, 1,2. En het laatste is de importneiging. Hoe meer dat er geïmporteerd wordt, hoe geringer het multiplicatoreffect. Ik heb dat dan hier.